Sinterklaas Centrale in Amsterdam durft geen zwarte pieten meer naar Zuidoost te sturen, want ze zijn bang dat ze gemolesteerd worden. Zal toch niet waar zijn? Kijk eens, alsjeblieft. Wil je mijn pepernoten? Alsjeblieft. Samen op de foto. Meneer, Zwarte Piet is er. U neemt ze nog aan ook? Ja. U wilt hem niet met elkaar rossen? Nee, geen probleem. Ik heb het nog. Het is mijn collega, zo. Oké, okay. Collega? Ja, is mijn collega, ja. Geniet er nog maar even van, want... Dat is heel leuk, ik ben heel blij. Ja? Ik blijf een klein kindje. Vindt u ervan dat ze hier nou rondlopen? Leuk. De Sinterklaascentrale die zegt, joh, we sturen geen Zwarte Pieten meer naar Zuidoost, want ze lopen gevaar. Ja, ik vind het eigenlijk nergens op slaan, want het is al heel lang zo. En dan nu opeens komt die regel, dat vind ik nergens op slaan. Kan niet zonder Zwarte Piet? Nee, geen Sinterklaas. Nee. Ja, maar Zwarte Piet durft niet meer. Nee, ik hou van Zwarte Piet. Kijk eens wat lekkers. Oh, dankjewel man. Ik heb het best vroeger. Ik zit op Facebook ook dat ik die dingen te liken van Zwarte Pieten. Ik vind het gewoon drama, het is gewoon bullshit. Ja? Ja, niet kunnen eigenlijk. Het is gegund aan de kinderen, vind ik. Vind je het leuk dat ze er zijn? Ja, en ik ben blij dat er geen gekleurde pieten zijn, want Sinterklaas had als eerste Zwarte Pieten en dat hoort dan ook zo. De Duitsers hadden jullie allemaal moeten afmaken. De Duitsers? Oh, waarom reageert u zo, meneer? Zo de microfoon. Kankerlijst allemaal. Wat is er dan? Ik ben boos omdat men speciaal hier komt met Zwarte Piet om te provoceren, zo zie ik dat. Ja, precies. Wat ik probeer te doen, dat is wat wij wilden doen, is namelijk laten zien of dat echt zo is. Nee. Dat ze fysiek gevaar lopen. Nee, het is niet waar. Nee, we moeten niet overdrijven. Nou. We zijn geen criminelen allemaal hier zo. Kijk, dat is ook alweer zo'n... Ja, dat probeer ik ook even weg te nemen hier. Zo worden we ook alweer zwart gemaakt. Heel Amsterdam-Zuidoost zit toch vol met mensen die een hekel hebben aan Zwarte Piet? Nou, ik niet. Ja, ook jij zou er natuurlijk wel last van kunnen hebben, hè, Zwarte Piet aanstoot dan kunnen nemen. Ja. Doe je dat ook? Nee hoor. Zijn er heel veel mensen die jij kent die dat doen? Nee, helemaal niet. Speelt het hier een beetje? Ja, dat weet ik allemaal niet. U praat nooit met de buren? Nee, maar ik heb er nog nooit iets van gehoord. Nog nooit iets van gehoord? Nee. Dus ik wist er niks van. En stel dat er nog iemand is in Amsterdam-Zuidoost die toch graag een Sinterklaas en een Zwarte Piet thuis wil hebben. Kan dat dan? Voor mij wel, ik vind het wel. Ja, moet wel kunnen. Kijk, we leven op een democratie, weet je, dat moet wel kunnen. Brassa, brassa. Ja, ja. Nee.